De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer. Alle woorden van het evangelie, onze zonden worden uitgewist. De 6 momenten van stilte tijdens de heilige liturgie van de mis. 2 bij de voorbereiding, 2 rond de liturgie van het woord en 2 rond de eucharistische liturgie. Die eerste 2 hebben we al gehad. Dat moment voor het gewetensonderzoek. Datgene wat we in de week in onze momenten van gewetensonderzoek tegen zijn gekomen, hebben we daar woorden gegeven en aan Jezus geschonken. En zo daarna met de kerk onze schuld beleden en vanuit de kerk ook het woord van vergeving gehoord. De 2e stilte na de oproep: laat ons bidden, om ook werkelijk te gaan bidden. Dat contact te zoeken met Christus, hem te vragen om zo met een open hart verder te kunnen luisteren en de Eucharistie te kunnen meevieren. En dan die 2 stiltes bij de liturgie van het woord. De eerste stilte is die lange stilte om te luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Ze te beluisteren. Dat is niet makkelijk, maar we hebben 3 kansen gehad. Misschien waren we bij de eerste lezing verstrooid, bij de 2e wat minder, hopelijk bij de evangelie een en al aandacht. Maar ook dat is niet altijd makkelijk. We moeten ons daarop instellen dat het het woord van God is. Zeker het evangelie, dat is het woord over Jezus, of het woord van Jezus. En de Heilige Geest die in ons hart is, wil ons helpen, zodat we geen van die woorden verloren laten gaan. Hij wil ons attent maken, want het zijn woorden over Jezus of woorden van Jezus. Daarnaar luisteren. Luisteren, dus niet in het missaal meelezen. Jezus heeft gezegd: amen, amen, ik zeg u. Hij heeft niet gezegd: amen, amen, leest u even met mij mee. Nee, luisteren, beluisteren. En als dat lastig is, het proberen te leren en altijd maar weer opnieuw proberen en de Heilige Geest vragen dat we kunnen luisteren. Maar vaak is deze luisterhouding een beetje het verlengde van hoe we buiten de kerk al dan niet luisteren. Als we in het gewone leven al moeite hebben om te luisteren naar elkaar in een gesprek, in een ontmoeting, zal dat ook in de kerk moeilijk zijn. Dus ook eens een keer onszelf bevragen hoe we naar anderen luisteren. Of we werkelijk met een open hart luisteren. Of dat we een houding hebben: we luisteren totdat de zin van de ander gestopt is en dan kunnen we zelf praten. Dat is een heel andere manier van luisteren. Of luisteren totdat de ander eenmaal uitgesproken is en dan kan je zeggen: ja, het is nu weer tijd, ik moet verder. Een andere manier van luisteren. Of door de woorden heen werkelijk luisteren wat iemand probeert te zeggen. Als we die houding buiten de kerk hebben, zullen we hem ook makkelijker binnen de kerk hebben. En andersom natuurlijk, want de week begint met de Eucharistie. Dus onze voornemen om een goede christelijke houding te hebben begint hier. Als we werkelijk kunnen luisteren naar Jezus in het evangelie, kunnen we wellicht ook makkelijker en beter luisteren naar de mensen die we de komende week gaan ontmoeten. Een luisterhouding aannemen.
En dan kan het gebeuren dat als we zo die woorden van of over Jezus horen klinken, dat het lijkt alsof er vanuit die woorden een aantal woorden naar mij toe worden geschoven, die een bepaalde kleur, een bepaalde klank even hebben. En dat zijn woorden die Christus aan mij schenkt tijdens deze Eucharistieviering. Als we dat eenmaal een paar keer hebben meegemaakt, dan herkennen we dat. En dan weten we in zekere zin waarom we zo met een open houding luisteren. En dan gaan we ze ook niet meer zelf zoeken. Dan worden ze ons geschonken, werk van de Heilige Geest. Woorden die op een of andere manier iets meer oplichten dan de anderen. En die houden we dan even vast. Die beschouwen we als een geschenk van de Heer. Die slaan we op in ons hart. En dan komt die preker even tussendoor, maar die woorden blijven we bewaren in ons hart. En dan voorziet de liturgie en de mogelijkheid om daarna nog een moment van stilte te hebben. Om dat woord wat aangereikt is nog te overwegen, dat is die tweede stilte bij de liturgie van het woord. Het herkauwen van wat ons is aangereikt. Niet het geheel weer van voor tot achter gaan lezen. Nee, die woorden die zijn aangereikt in ons hart laten klinken. Het hoeven geen woorden te zijn die concreet ons tot daden aanzetten. Waarom moeten we altijd meteen weer wat gaan doen? Of woorden die een inzicht geven. Ook dat is niet nodig. Als we inzicht over God willen hebben, dan leest u de catechismus van de katholieke kerk. Of dan verdiept u zich in de grote katholieke theologen en heiligen. Daar krijgt u al de inzichten die we nodig hebben over God. Ook niet een woord om een beslissing te nemen. God doet niet zo in instant beslissingen. Nee, het is een woord dat we laten klinken in ons hart en dat de Heilige Geest gebruikt om ons verder om te vormen. Meer te maken tot degene die Hij wil dat we zijn, katholieker te maken op weg naar die heiligheid. Dat woord zijn werk laten doen, de Heilige Geest zijn werk laten doen, daar is dat moment van stilte voor. Maar wat nu als er geen woord was tijdens het evangelie wat er uitlichten of wat naar mij toe kwam, dan kunt u inderdaad nog rustig het evangelie overzien en een regel of een paar woorden daaruit een aantal keren in de stilte van uw hart herhalen. Want het is het woord van God, het is het woord over Jezus of het woord van Jezus en dat woord vormt ook. Ook dat woord vormt ons hart, maakt ons hart meer gelijkvormig aan het hart van Jezus. En dan is die stilte voorbij, en dat gaat altijd ook weer veel te snel. En dan gaan we over tot het antwoord. We belijden ons geloof in het credo. En we gaan over tot het smeekwoord, de universele gebeden van de gelovigen, die we in het Nederlands nog wat plat voorbeden noemen, maar dat woord wordt ook langzaam maar zeker vervangen. Het zijn de gebeden van de gelovigen, het zijn de universele gebeden. Katholieke gebeden dus, waar we heel de wereld bij insluiten en onszelf ook ingevoegd weten in het grote gebed van de kerk van de Heer, de Catholica. En dan is de liturgie van het woord afgesloten. En dan blijkt dat dat gedeelte voorbereiding was, net zoals het eerste gedeelte. Voorbereiding op de eucharistische liturgie, voorbereiding op de ontmoeting. Want het is mooi om over of van Jezus te horen, maar het is natuurlijk nog veel mooier om Hem zelf te ontmoeten. En dat gebeurt in de Eucharistie, de Eucharistische liturgie, die dan ook twee momenten van stilte heeft, juist daarop gericht om die ontmoeting tot zijn volle recht te laten komen. De liturgie van het woord die voorbereidt op en overgaat in de Eucharistische liturgie, van luisteren naar kijken naar ontmoeten van. Een beetje als twee mensen die met hun mobieltje met elkaar praten en dan ontdekken dat ze in dezelfde wijk van de stad zijn. En dan tegen elkaar zeggen, nu ik ben hier, als we even zo lopen, dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan gaan ze de hoek om en dan zien ze elkaar. En dan kan het mobieltje weg en dan is die ontmoeting daar. Het woord dat voorbereidt op de ontmoeting, zo is ook de liturgie van het woord voorbereiding op de Eucharistische liturgie.
Elk woord uit het evangelie is even kostbaar. Dat is katholiek. Wij hebben vaak de idee, sommige woorden zijn belangrijker, sommige woorden zijn mooier. Elk woord uit de evangelieën is even kostbaar, is gevuld met de aanwezigheid en de liefde van de drie-ene God. Alleen, voor ons mensen, inderdaad, sommige woorden lijken meer direct sprekend te zijn en dus wat makkelijker om te overwegen. En zeker het evangelie, wat we vandaag hoorden, zijn woorden die direct tot ons hart spreken. En zo wordt het ons even een beetje makkelijker gemaakt om zo direct een moment van stilte te nemen. We zullen de organist dan ook even vragen om nog te wachten met het credo in te zetten. Een moment van stilte te nemen om die woorden van het evangelie nogmaals te laten klinken. Bij deze woorden die Jezus vandaag langs zijn kerk tot de wereld spreekt, gaat dat als vanzelf. En daarom zullen we ze nog hernemen en dan een moment van stilte nemen om zo biddend ze te overwegen. Jezus zegt, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.